De regering zegt in een verklaring met diepe verslagenheid kennis genomen te hebben van het nieuws dat Fidel Castro, voormalig president van Cuba, is overleden. De regering gedenkt Castro als een van de grootste wereldleiders van de afgelopen eeuw. Ook voor ons land is Fidel Castro van grote betekenis geweest. In dat kader wordt verwezen naar de vele Cubaanse doktoren die aan Suriname ter beschikking zijn gesteld sinds de 80er jaren. Verder hebben honderden Surinaamse studenten met beurzen gestudeerd aan Cubaanse universiteiten. De Surinaamse regering condoleert het volk en de regering van Cuba en wenst ze veel sterkte toe bij het verwerken van dit grote verlies.